Nieuw rapport moet ontevredenheid vanuit boeren over Betuwe richting de gemeente verminderen. Maar slaagt men hier ook in? Eind vorig jaar vonden er keukentafelgesprekken plaats tussen boeren uit Overbetuwe en agrarische coaches. Er is namelijk veel ontevredenheid vanuit de boeren richting de gemeente. Nu, een aantal maanden later, is het rapport uitgekomen. En de boeren vinden dat er te weinig visie wordt geboden vanuit de overheid. Vanuit die insteek hebben wij ook gesproken van, wij weten niet of er piekbelasten zijn. Hebben we ook helemaal niet naar gekeken. Vinden we ook helemaal niet interessant om te weten. Want wij hebben de ambitie om door te gaan met ons bedrijf. We hebben een hartstikke mooi bedrijf staan, vinden wij. Ik denk dat we goed aan het verduurzamen zijn. Om ook zo te passen, zeg maar, binnen de maatschappelijke wensen die er zijn. Dus stoppen zit eigenlijk helemaal niet in onze overwegingen. Ook Corinne Peek, mede-eigenaar van melkveebedrijf Peek en Fokker, heeft deze keukentafelgesprekken gehad. Met de voornamelijke insteek een toekomstperspectief te willen als blijvend bestaand boerenbedrijf. Nou, ik denk dat het goed is dat het onderzoek zo breed gedaan is. En dat daar ook wel inzichten zijn richting de gemeente van joh, die ook ondersteunen waarvoor de boeren de sleutel overhandigd hebben. Hè? Van ja, praat met ons, niet over ons en niet zonder ons, maar praat met ons. Dan kunnen we best heel ver komen, denken we. Ik denk dat dat er ligt en ik denk dat er een aantal aanbevelingen zijn gedaan om dat gesprek ook te kunnen gaan voeren. Het zijn echt nog steeds aanbevelingen, dus het is nog wel aan de gemeente van ja, hoe gaan ze daar nu daadwerkelijk invulling aan geven. Ondanks de ontevredenheid over de visie vanuit de overheid, wordt de inzet van de gemeente erg gewaardeerd binnen de agrarische sector. Nou, ik hoop dat het niet bij woorden blijft, maar dat de gemeente ook daadkracht gaat tonen en er daadwerkelijk wat mee gaat doen en gaat doen. Op die avond is ook aangegeven dat er een nieuwe omgevingsvisie geschreven staat worden, waarbij ook betrokkenheid mogelijk zou zijn. Dus ik hoop ook dat dat daadwerkelijk zo is en dat dat handen en voeten gaat krijgen. En nou, dat de gemeente dus daadkracht laat zien daarin en niet alleen mooie woorden. Een van die aanbevelingen is dat loket buitengebied wordt opgezet. Dit kan een plek zijn waar boeren terecht kunnen met hun vragen. Maar belangrijk is dat deze personen affiniteit met de agrarische sector hebben. Bedrijventerrein De Schalm in Andelst gaat verduurzamen. Maandagmiddag is daar de Green Deal ondertekend. De Europese Green Deal is een reeks beleidsinitiatieven met als overkoepelende doelstelling om Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. En daarmee het eerste klimaatneutrale continent te worden. In de Green Deal werken drie partijen samen. Stichting Beheer Bedrijvenpark De Schalm, de Rabobank en de gemeente Overbetuwe. De bedoeling van de samenwerking is om het bedrijventerrein te verduurzamen. Een van de bedrijven in de samenwerking is de campingspecialist ACSI. Zij hebben al grote stappen gezet in het verduurzamen. Nou, wij zijn ons wagenpark aan het elektrificeren. En ja, dat is natuurlijk al een forse beperking van fossiele brandstoffen. En ja, wij zijn ook hier met een team inmiddels bezig met sustainability, zo mooi als het heet. En dat betekent dat wij gewoon in de interne organisatie, maar ook naar buiten toe, naar de campings die wij met ons bedrijf Actie bedienen, dat wij daar ook proberen een bepaalde mindset te creëren, zodat ook zij na gaan denken over hoe kunnen we de belasting van het milieu beperken. Nou, op campings bijvoorbeeld zou dat zijn dat je op de pitches waar de caravans en de campers staan, meet per plek hoeveel verbruik er is en dat de mensen extra betalen voor meer verbruik. En we weten inmiddels dat als dat gebeurt, hè, dat het dus meetbaar is per plek, dat mensen de kampeerders veel zuiniger omgaan met de energie. Het doel is een energie-neutraal, circulair en klimaatbestendig bedrijventerrein in 2050. De betrokkenen zijn hoopvol hierover vanwege de samenwerking. Nou, we hebben sowieso dat we een hele grote opgave hebben in de gemeente. En hoe fijn is het dan dat je samen met ondernemers in Overbetuwe dit traject kunt gaan starten. Als de eerste Green Deal die hier in de gemeente Overbetuwe wordt gesloten. Nou, het is de opgave die we in heel Nederland met elkaar uitgesproken hebben. En daar wil je natuurlijk als gemeente, maar ook vooral als partijen zelf, ondernemers, maar ook de Rabobank in dit geval, die hier ook een stap heeft in weten te zetten. Probeer deze ambitie zo dicht mogelijk bij je te houden. En elke stap die we vandaag zetten, is een stap eerder naar de toekomst toe.
Ja, wij zijn een van de initiatiefnemers van de Green Deal, omdat we het belangrijk vinden dat bedrijven, nou, zowel individueel als collectief, ook de stap zetten naar verduurzaming. Ik bedoel, het begint ook soms op kleine schaal. En als we al kijken wat hier op dit bedrijventerrein met elkaar zouden kunnen realiseren, ben ik wel benieuwd wat het rapport gaat opleveren, welke stappen we als eerste kunnen zetten. En ja, je moet op een gegeven moment in beweging komen. En of het allemaal haalbaar is, zullen we zien, maar we zullen in ieder geval allemaal ons best moeten doen. Na maanden open te hebben gelegen, wordt er eindelijk weer gewerkt aan de Bongertstraat in Beek. Eind oktober vorig jaar waren de werkzaamheden aan de weg van start gegaan. Toch heeft het een flinke tijd open gelegen door het slechte weer. Sinds 2 weken zijn de werkzaamheden weer hervat. Eerst werd er een fundering aangelegd en daarna is het straatwerk aangepakt. Naar verwachting zal fase 1 van het project komende vrijdag klaar zijn en is maandag de weg weer bereikbaar. Daarna starten ze met fase 2 en dan wordt er aan de Bongertstraat vanaf het kruispunt met de Lindenstraat gewerkt. De nieuwe muziekschool verdwijnt mogelijk uit de gemeente Druten. De muziekschool kan na dit schooljaar niet meer terecht op de huidige locatie IKC De Kubus en heeft grote moeite met het vinden van een nieuw onderkomen. Carlijn van de Bogaert van de nieuwe muziekschool houdt desondanks hoop in Druten te kunnen blijven. Mocht er voor het einde van het schooljaar geen alternatief onderkomen gevonden zijn, dan sluit Van de Bogaert een vertrek uit de gemeente Druten niet uit. Het COC Songfestival vindt dit jaar op zaterdag 9 november plaats in cultureel centrum De Lindenberg in Nijmegen. Het is voor het eerst sinds 2015 dat het Regenboogliedjesfestival in Nijmegen wordt gehouden. Normaal gesproken organiseert de winnaar van het Songfestival de volgende editie. Maar de winnaar van vorig jaar, Stichting Roze 50PLUS uit Breda, zag daarvan af. De eer valt nu te beurt aan Nijmegen, dat in 2023 in Leeuwarden tweede werd. Het COC Songfestival begon ooit als een knipoog naar het grote Eurovisie Songfestival. Na de deelname van Willeke Alberti op het festival in 1994 moest Nederland een jaartje overslaan en bedacht COC Limburg als alternatief het Nationaal COC Songfestival. Inmiddels is het uitgegroeid tot een serieuze regenboogliedjeswedstrijd waar jaarlijks diverse regio's aan meedoen. Nijmegen Noord is sinds kort een zwembad rijker. Op de onlangs geopende nieuwe zwemlocatie van Essies aan de Truus-Gelsingstraat in Lent worden zwemlessen gegeven en kunnen mensen terecht voor watersporten zoals aquarobics. Het zwembad in Lent is inmiddels al de 10e vestiging van Essies. Een familiebedrijf dat ooit begon met een klein zwembad in het Brabantse Erp. In onze regio heeft Essies ook een Zetten zwembad. Alle 350 openbare speelplekken in Nijmegen worden vanaf nu rookvrij. De komende weken komt er bij elke speelplek een tegel van de rookvrije generatie te liggen. Ook de openbare speelplek in de planetenbuurt moet eraan geloven. Aan de Neptunestraat werden de tegels samen met wethouder Cilia Dame gelegd. Wij willen in Nijmegen een rookvrije generatie en daarom hebben we vandaag een start gemaakt met alle openbare wijkspeeltuinen helemaal rookvrij te maken. Er zijn er 350 in Nijmegen. Ja, ik ga voor een gezonde stad en roken is ongezond, dus wij willen graag dat alle kinderen helemaal zonder rokers in hun omgeving, zonder rook in dit soort speelplekken kunnen opgroeien. We hebben al een mooie start gemaakt met de grote speeltuinen. En nu gaan echt al die speeltuinen in de wijk helemaal rookvrij worden. En scholen doen hier bijvoorbeeld ook al aan mee. Dus dat zijn allemaal al rookvrije plekken. Kinderen van basisschool De Zonnewende in Nijmegen verzamelden zich in de rookvrije speeltuin. Zij legden samen met de wethouder rookvrij tegels bij de ingang. De kinderen zijn dan ook blij met de invoering. Zo, hij zit erin. Nou, ik vind het heel leuk dat het rookvrij nu is. En dat de kinderen gewoon vrij kunnen spelen. Ik vind het wel belangrijk. Ik vind wel dat elk kind recht heeft om gewoon te kunnen spelen zonder nicotine en zo in te ademen. Omdat het iets met je longen kan doen. Met het rookvrijmaken van de wijkspeeltuinen heeft de gemeente alle openbare plekken inmiddels gehad. De wethouder rekent op begrip en verwacht dat de rokers dit ook zullen aanmoedigen. Er zijn mensen die natuurlijk verslaafd zijn aan roken, dus die vinden dat misschien lastig. Maar wij vinden het heel belangrijk dat overal waar kinderen komen, dat daar helemaal geen rook is, zodat zij het goede voorbeeld krijgen en dat roken ongezond is en dat je daarom dat helemaal niet in de buurt wil hebben.
Nou, het is heel belangrijk dat ook iedereen, andere groepen die hier komen, dat ze weten dat dit een hele rookvrije plek is. Dus ook niet 's avonds hier bijvoorbeeld, als je hier hangt, je peuken achterlaten. En we weten ook uit onderzoek dat mensen die roken het ook heel belangrijk vinden dat alle plekken voor kinderen echt helemaal rookvrij worden. Ik denk dat ze weten dat er kinderen komen spelen en dat die ook de volgende ochtend gewoon een plek willen vinden zonder resten van sigaretten of vapes. Dus we weten dat de meeste mensen dat ondersteunen en we hopen dat iedereen daar aan mee gaat doen. Twee maanden geleden werd bekend dat de Groesbeekse clubs Germania, DVSG, de Treffers, Achilles en de Groesbeekse Boys gaan samenwerken om meisjesvoetbal in het dorp te stimuleren. Op dit moment kunnen meisjes vanaf 12 jaar niet in een volledig meidenelftal voetballen. Het doel van de samenwerking is om minimaal één Groesbeeks meisjesteam mee te laten doen aan de competitie. Hierin spelen dan meiden van verschillende clubs samen in één team. Maandagavond werd er een clinic georganiseerd voor geïnteresseerde meisjes en deze werd gegeven door ex-prof Kika van S en huidig prof Myrthe Morees. Ja, ik vind het altijd wel mooi om mijn eigen ervaring natuurlijk op de jeugd, op de toekomst over te brengen. Dus ja, helemaal met het weertje lekker op veld bezig zijn en de meiden lekker te laten voetballen. Dat vind ik heel mooi om te doen. Ja, ik heel erg leuk. De meiden zijn super enthousiast en zijn ook maar best wel veel al gekomen. Dus super leuk om te doen. De speelsters balen ervan dat meisjes in Groesbeek niet in een volledig meidenteam kunnen spelen. Ze zijn dan ook positief over de samenwerking van de clubs. Eigenlijk wel jammer. Kijk, als die de ambitie hebben om profvoetballer te worden en je kan bij een jongensteam, dan moet je dat natuurlijk doen. Maar dat is natuurlijk ook een hele grote groep meiden die het gewoon leuk vindt en gezellig vindt om met meiden samen te voetballen. En dan is het jammer dat dat nog niet kan. Ja, bij mij was dat ook niet zo. Vroeger zat ik eigenlijk tot mijn 16e bij de jongens en waren er eigenlijk alleen damesteams. Dus had je vrouwen 1 of vrouwen 2, maar ja, waren er ook geen teams voor meiden. Dat is echt pas iets van de laatste jaren. Ja, ik ben super blij dat dat in ieder geval nu kan en ik hoop dat in Groesbeek ook een beetje loskomt. Ja, dat probleem, je hoort natuurlijk wel steeds meer dat wat lastig is om ze echt allemaal bij elkaar te krijgen. Dus ik denk dat het goed is wat ze hier in Groesbeek voor elkaar willen krijgen, is dat ze alle clubs bij elkaar krijgen, zodat de meiden natuurlijk wat meer kans hebben om met vriendinnetjes samen te voetballen. Dat is denk ik het uitgangspunt waar het om gaat. Een van de initiatiefnemers vertelt waarom het project juist in Groesbeek brood nodig was. Voor elk meisje willen wij een zo optimaal mogelijke omgeving aanbieden, een klimaat aanbieden waarin zij als voetballer zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ook sociaal-emotioneel gezien natuurlijk is dat een wat andere omgeving dan dat ze gewend zijn bij hun club. Maar we denken, zeg maar, vanaf een jaar of 12, 13, als ze ook soms echt in een meisteam willen gaan voetballen, dat gewoon de beste optie is voor, zeg maar, het dorp Groesbeek. Want ja, het dorp is gewoon veel te klein om op 5 verschillende plekken met meisjesteams te gaan starten. Er zijn gewoon niet voldoende meisjes voor. Dus aan de ene kant willen wij meiden bundelen om ze toch zo goed mogelijk op hun eigen niveau te laten spelen in een team. En aan de andere kant willen we proberen om dat aantal te laten groeien. We willen dat het een goede uitstraling heeft, dat het nog meer meisjes motiveert om te gaan sporten en wat ons betreft dan om te gaan voetballen. En wat betreft het doel van de samenwerking? Wij hebben goede hoop. Wij hebben goede hoop. Als je ziet hoeveel meiden er nu al op deze avond zijn afgekomen, dan hebben wij in ieder geval goede hoop dat we vanaf 12, 13 jaar volgend jaar toch wel minimaal 1 meidenteam in het samenwerkingsverband kunnen laten uitkomen in een KNVB-competitie. Ja. Na een vrij onstuimige dinsdag krijgen we morgen met een meer aangenaam weerbeeld te maken. De dag verloopt vrijwel droog en er is veel zon. Bij matige wind vanuit het westen worden het toch nog zo'n 15 en 16 graden. Prima weer voor een buitenactiviteit dus. De dagen verlopen momenteel heel verschillend. Want donderdag zal dan juist weer geheel bewolkt zijn. Met wat lichte regen en hier en daar een bui. Vrijdag krijgen we juist weer met een warme luchtstroom te maken. Waardoor het kwik oploopt naar de 20 graden. En op een enkele bui na blijft het die dag ook droog. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 9 april. Morgen zijn we er weer en dan gaan we onder meer naar Elst. Het Overbetuwse dorp bestaat in 2026 alweer 1300 jaar. En dat gaat gevierd worden. Morgen hoor je wat er inmiddels al op de planning staat. Graag tot dan!